Een uitnodiging voor de Dag van de Zingeving volgend jaar, 21 januari in Capelle op den Bosch en 1 februari in Utrecht. Zingeving is een bewustzijn dat op dit moment terug aan het ontstaan is, dat terug aan het versterken is. Het heeft iets te maken met onze bijdrage die we leveren aan een groter geheel, onze verbinding met iets dat groter is dan onszelf. En je leven ernaar inrichten om die bijdrage daarin te concretiseren. Je wil iets moois ervan maken. En dat geeft zo'n boost, dat geeft zo'n dieper geluk dan korte termijn doelen najagen, burn-out proberen op te lossen, vakanties nemen, carrière, enzovoort. De zingevingsvraag wordt meer en meer centraal, ook voor hulpverleners en coaches. We gaan de dag opbouwen op basis van input, 's morgens met 2 boeken. Zin kun je maken van Ilse en Berlijn, die gaan daarover komen getuigen. Hoe doen we dat eigenlijk, zingeven? En dan mijn boekje Zinzoekers, die gaat over de diepere golf die we overal zien van mensen die op zoek zijn en die eigenlijk ook in de coachpraktijk met aanmeldingen komen die, als je goed luistert, eigenlijk zingevingsvragen zijn. Welkom op de Dag van de Zingeving in januari. En start je jaar niet met een voornemen, maar met een vraag. Wat in 2018 geeft me echt zin? Waar ga ik mijn energie, tijd en geld in investeren dat echt de moeite waard is?